De stichting Down Syndroom Suriname heeft gisteren de lancering en onthulling van haar logo gedaan. Directeur Angela Salmo van Sociale Zaken verrichtte de onthulling. De stichting is per notariële akte opgericht in oktober 2018. De noodzaak om te komen tot een stichting bleek uit het regenboogprogramma van het Medisch Opvoedkundig Bureau MOB. Dit programma hield in een praat- en begeleidend traject voor ouders die kinderen hebben met het Down-syndroom. Met de onthulling kreeg de stichting een identiteit en daarmee een gezicht. Gedurende haar toespraak benadrukte SOSAVO-directeur Salmo dat de rol en het beleid van het ministerie met betrekking tot mensen met een beperking en Suriname heeft vanwege de ratificatie van de Conventie van de Rechten van de Mens met een beperking ook nog een rapportage te vervullen volgend jaar, gaf Salmo tenslotte aan.